Nou, Marieke, wat zou jij doen? Wat zou je anders doen als je van iedere klantervaring echt de beste ervaring zou doen? Ah, ik vind dit allereerst natuurlijk al een waanzinnige ervaring. Kijk, we staan hier achter de Gooise Zoom. Dat is de Blijker, maar meent. En daar worden gewoon hele mooie huizen gemaakt. Maar de beste ervaring. Ja, weet je, kijk, ik werk natuurlijk in veel projecten. En soms zijn projecten gaan hartstikke goed. Andere keren gaan ze minder goed. En ik ben er wel eens naar teruggegaan van wat kan ik daar nou eigenlijk van leren. En wat ik dan leer is dat op het moment dat de energie hoog is, dat het gewoon altijd een hele gave ervaring is. En op het moment dat de energie laag is, ja, weet je, dan is het sleuren en trekken. En dat zie ik dan ook meteen eigenlijk helemaal terug in gewoon de referenties die je van je klanten krijgt. Hè. Voor mij zijn dan referenties, zijn de graadmeter hoe je het doet. Soms van sommige klanten, maar dit krijg je gewoon hele fantastische referenties. En dan heb je echt zo van, ja, daar doe ik het voor. En van andere klanten, ja, die nemen de moeite dan ook helemaal niet. Nee. Nou, en als ik dan eigenlijk heel erg eerlijk ben en ik ga daar naartoe terug, dan kom ik er altijd achter van de klantervaringen die het beste waren. Dat was dat ik het dichtste bij mijn purpose bleef. Dat ik echt het dichtste bleef bij van creating more beautiful lives. By turning passion into innovation that matters. Dat is waarvoor ik het doe. En als ik op die energie zit, ja, dan is het het gewoon. En jij? En voor jou? Nou, de mooiste ervaring waar ik dan nu aan denk is, die had ik laatst bij op het terras. Ik zat met een zaterdagochtend met een vriendin van mij. We wilden gewoon een relaxed ochtend hebben. En we gingen koffie drinken op het terras. En nou, hartstikke leuk. Het restaurantje waar we zaten was een barista café. Deed keurig wat je van ze mag verwachten. Ja. Koffie goed, taartje erbij, prima op orde. Helemaal gezellig, goede plek. Zonnetje deed ook heel erg zijn best. Absoluut. Dus we zaten in één keer volle bak in de zon. En wat deed het meisje van het café? Zij kwam met zonnebrandcreme. En wat ik daar geweldig aan vond, is dat ze buiten hun eigen scope van dienstverlening waren gestapt. In mijn beleving van mijn onbezorgde ochtend gezellig willen genieten met de vriendin. En boden ons zonnebrandcreme. Zo. En dat heeft me wel aan denken gezet. Ik denk, ja, je moet niet alleen kijken naar je eigen product en je eigen dienstverlening. Wil je die klant echt een uitzonderlijke ervaring bieden, moet je ook buiten je scope durven stappen en in die belevingswereld van de klant. Absoluut. Dus je moet echt voor het maximale doen. Voor het maximale. Ja, echt voor het beste. Voor elke dag weer een stukje iedere beter. Iedere keer weer beter. Ja, 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 dus gaaf. Hey, nou ja, dat is eigenlijk ook onze vraag aan jou. Ja. Hoe maak jij nou van iedere dag de beste dag voor je klanten, voor jezelf, voor je organisatie? Denk daar eens over na. En dan zien we je in de tweede video weer terug. En deel het met ons in de comments hieronder. Want dan kunnen we allemaal van.